Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. In deze aflevering gaan we zo'n laatste Demogorgon-moentje regelen. En, hier staat er alleen. Kan ik hier komen? Is dat hier binnen of is het... Oh, dat is hier binnen. Nice! Ik hoef niet eens te zoeken. Lekker. Oh, kijk, dat is ook een interessante. Dat was helemaal niet mijn bedoeling. Nee. Kijk, dit is interessant. Weer 500 gold. Die zijn zeer interessant. Er is hier vast nog meer. Oh. Before you ask, I'm all out of the new sock. So if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. Nou, dus nog één kistje, dat kistje pakken en dan gaan we heel snel naar meneer Moon om zijn Demogorgon Moons in te leveren. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou zijn. Dit is top. Hadden we net de vorige aflevering ook nog kunnen doen, maar ja, dat geeft niet. Laten we naar de Faculty Tower gaan. Dat is hier als het goed is. Ja, Faculty Tower. Want daar staat meneer Moon en dan gaan we de Moons aan geven. Zou het een weerwolf zijn, omdat hij bang is voor manen? Of is dat te ver doorgedacht? Yo, Swaggerooney. Oh, greetings. Any luck removing some more of those demigod statues? Zeker. I actually have some moons for you. Oh, my mind feels lighter already knowing those statues are gone. I did promise to show you how to improve casting Alohomora once you'd brought me enough moons. Yeah. Oh, with that knowledge, you'll be able to break open even stronger locks. Mm. Nice. However, good to wait. We don't yet know who's behind these statues. Still plenty of the foul things lying in wait to torture me. Oh. If you bring me more moons, I'll show you how to cast the most... powerful form of Alohomora known to wizard kind. Okay. At least known to me. Keep looking for those moons, hmm? You'll save my sanity and we may get to the bottom of whoever's behind all. Dit is goed om te weten. We kunnen nu level 2 locks openen. Dus top. Kijk, we weten nu sinds vorige aflevering hoe dit werkt. Nu hopen dat we ook weten waar dit is. Ah, daar is hij al. Kijk. Oh, het is hier binnen. Yo. Lumos. Nice. Hebben we ook gedaan. Oh, verkeerde knop. Ik wou natuurlijk Revelioen. Revelio. Hier wel veel om een lock zo te zien, want er komt niks te revealen. Het is alleen maar mooi, hè. Hé, hey, daar hebben we nog zo'n spiegel. Voor gebrek aan een beter woord. Het vlindertje is over het algemeen dichtbij, maar... Nog niet. Nog niet in de buurt zo te zien. Dat zijn sloten, dat zijn geen vlindertjes.
Hier vlindertjes? Nee, zo te zien niet. Revelio. Ik zag wel sloten op de deuren en ik zie hier een kist. Alleen die moet ik van de andere kant komen, zo te zien. Hier hebben we nog zo'n ding. Lumos. Revelio. Hier zijn we blijkbaar nog niet binnen geweest. Stinky path. Hey. West Tower. Revelio. Hey, kijk, dat is ook top. Brengen we dit ding even terug naar die mirror. Nogmaals, voor gebrek aan een beter woord. Top. Verder niks? Oké. Okay. Dat is binnen, daar waren we net. Hier is wel een chest. Weer voor 500 gold chest, dus dat is fijn. Let's go. Ja, we kunnen meerdere dingen doen. We kunnen even kijken of we Sebastian kunnen helpen met zijn quest. Want ik heb op dit moment nog geen enkele van die demigods. Er zitten wel een paar en ik kan nu heel veel sloten openen. Maar dat kunnen we ook gewoon op dit moment wel even laten. Ik vind het wel fijn omdat we nu in ieder geval level 2 Aloha Mora hebben. The Shadow of the Bloodline, laten we die doen. En hij is volgens mij in de buurt van Great Hall, als ik me niet vergis. Heb ik een betere cloak? Ja, hè? Ja, deze cloak is beter. Dan gaan we die aandoen. En die is niet beter. En die zijn ook niet beter. Dan moeten we alleen die nog veranderen door. Oh, dit is werkbalgewaadje. Die is ook vet. Laten we die even een tijdje dragen. En naar meneer Sebastian gaan. En Sebastian, die is in de Great Hall, zo te zien. Ja, laten we naar de Great Hall gaan. Nice. Nice Rooney, om precies te zijn. How nice to see you, my young friend. Nice, okay. Hij is hier. Yo, Case. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, okay. Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Dat klopt, de geheime kamer. It was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. You don't have to tell. I understand. You needn't tell me if you don't want to. If I were you, I'd be begging for more details. If you learn more about that scriptorium, let me know. Fair enough. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Okay. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Dan weet ik niet of dat zo is. Is de quest aangepast? Kan ik nog iets doen voor die quest? Oh, de quest is nu stopgezet. Dat is very sad. We kunnen heel even naar Hogsmeade gaan. En dan met mijn level 2 spel heel veel locks openen daar. Want er zijn heel veel level 2 locks
in Hogsmeade. Dus dat is alleen maar mooi. We maken het wel even nacht, zodat we als we demiguy statues tegenkomen, dat we ze ook allemaal kunnen openen. Hogsmeade, here I come. Oké. Laten we eerst het dan even nacht maken. Zo. Het ziet er niet echt uit als nacht, als ik heel eerlijk ben. Wat zal wel. Revelio. Kijk. Level 2 lock. Die kunnen we nu openen. Zijn die ook anders dan? Hij ziet er iets anders uit, dat wel. We kunnen hem nu openen, dus dat is mooi. Revelio. Een identified item. Nice. Oké. Okay. Celtic attire. Volgende deur. Nice. Is dit het? Very sad. Het is wel licht buiten, of niet? Nou ja, dat is niet de bedoeling. Ik heb niet voor niks gewacht. Kijk, dat is beter. Kijk, hier is zo'n ding. En daar zijn we net geweest alleen. Moeten we alleen kijken waar we dan hier naar boven kunnen. Oh, meteen om de hoek, blijkbaar. Kijk, demiguy statue. Nice. Even lekker geloot. Daar houden we van. Oké, eerst hier maar even. Oh, dat is een level 3 lock. Dat is sad. Dit is ook een level 3 lock. Kijk, nu, deze kunnen we mooi openen. Okay, nice. Dat zijn nog steeds level 3 locks. Revelio. Och, daar hebben we weer zo eentje. Van de bovenkant komen, dat vind ik. Of van de voorkant komen, dat vind ik wel een beetje jammer. Het is logisch, maar het is wel een beetje jammer. Hij is van een sidequest, daar heb ik op dit moment geen zin in. Locks, 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 kijk. Hallo Homura. Lots of lots. Revelio.
Hey, damn it, guys. Oeh, slots zijn alweer vol. Dat is kut. Dan moeten we eerst zometeen eventjes de slots leeg gaan maken. Misschien dat ik even een simpel itemje weg kan gooien die niet zoveel waard is. 90 kan nog wat waard zijn. Ik heb hier de groene, die zal niet veel waard zijn. Oh. Pakken we even wat hierin zit en dan gaan we weer even verkopen. Een identified item, oké. Hier rechts kunnen we mooi verkopen. What can I do for you today? Jij kan voor mij dingen kopen van mij. Die mag je kopen van mij. Die mag je kopen voor mij. Die mag je kopen voor mij. Die mag je kopen voor mij. Die mag je kopen. Ook. Nou, nee, we kunnen alles verkopen, blijkbaar. Hoppatee. Hope to see you again. Farewell for now. Monies. Revelio. Voor 3 lok, dat is jammer. Zal die hierboven ook wel zijn, want het is hetzelfde huis, dus verwacht ik wel. Ja, level 3 lok. Kutzooi. Maar ik zal nog niet alles gezien hebben hier, toch? Hier zie ik logs. Ik zie hier ook een zakkie. Die pakken we even. Level 2 log. Nice. Hoppatee. Wat is daar? Oeh, dat is nog steeds dat ene stukje waar ik niet zo goed weet wat ik ermee moet. Die kapot is. Maar ik zag wel wat vliegen en dat heb ik hier gezien. Kijk. Oh. Zakkie, nice. Lock. Dat ken ik. Hier weet ik nog steeds niet zeker wat ik hiermee moet. Zal ik eens kijken. Wat zou ik kunnen gebruiken? Want het is wel te... Arresto Momentum denk ik niet. Deze zouden we kunnen gebruiken. Proberen. Oh, kut. Bombarda. Oh. Revelio. Level 3 lock, set. Is hier daar een lock? Is dat een lock waar ik vanaf achter bij... Ja, waarschijnlijk. Level 2 lock, nice.
Revelio. Oh, er staat hier nog wel. Oh, er staat nog zo eentje. Die zijn altijd leuk. Zo. Kijk. Revelio. Zo, ik schrik me dood. Toen was hier achter mij. Werd nogal wat geluid gemaakt. Ik weet niet hoe ik daar binnenkom. Oh, wacht. Dat was niet het huisje wat ik dacht dat het was. Dat is alleen maar mooi, want dan kunnen we hier gewoon naar binnen, denk ik. Ik dacht dat hier nog wat was. Ja, zie je, er is hier nog wat. Oeh, sleek schoolcloak. Revelio. Level 3 lock. Oké, ik denk dat we nu de meeste locks wel voorbij zijn gegaan waar we naar binnen kunnen. Wat we nog kunnen doen. We kunnen sowieso heel even naar de map kijken. We kunnen sowieso gewoon even exploren en al die Merlin trials gaan doen. Dat kunnen we sowieso even doen. Maar hier kun je Demogai statues 5 van de 9. Dus er zitten hier nog 4. Wat ik nog niet heb gecheckt is hierboven. Bij die dingetjes. Daar kunnen we nog wel even langs lopen. Dan gaan we even hierheen en lopen even langs de buitenkant. Want daar zouden ook zo nog maar Demogai statues kunnen zijn. En als dat zo is, dan moeten we die natuurlijk wel even gaan krijgen. Get any more cozy than Hogsmeade. Revealing yourself. Oké. Hier hebben we bijvoorbeeld al een lock. Die we niet kunnen openen. Fijn. Oké. Ik zag hier volgens mij wel een blaadje vliegen. Ja. Oh, dus Flipendo. Die moeten we zeker niet hebben. We moeten Accio hebben. Ik zag hem net. Waar ben je? He's flying away. Hij vliegt rondjes. Stukje papier, waar ben je? Revelio. Accio. Nice, hè? Hier even kijken. Dit stukje, er ligt sowieso een kistje hier. Dat is fijn. Het ziet er hier niet super gezellig uit of zo. Oh, maar zo'n kist vind ik zeker wel gezellig. Yo, kist. Revelio. Zakje geld. Nog te ver weg. Revelio. Nice. Abandoned shop. Okay. Ooh. Lumos. Revelio. Dus gewoon buiten, zo. Lumos.
geregeld. Ik had stiekem op een Demiguys gebeuren gerekend. We zitten nu, ja, dat dacht ik al. Dus we moeten eigenlijk alleen nog heel eventjes naar die paddenstoelen shop. Hogsmeade, here I come. Oh. Revelio. Accio. Revelio. Incendio. No. Such a wee bairngie and a thrash into a troll. Oh, I can't believe it. Revelio. Daarboven, oké. Okay. Zal ik zo pakken? Dit is weer zo'n leukie. Geregeld. Ik wil even van die Disillusioned af. Zo. Oh. Oké, okay, dus hier hebben we ook geen Demiguys statue. Had ik wel verwacht als ik heel eerlijk ben. Misschien bij dat hele rare gebouw hier nog. Dit gebouw ben ik dus nog niet geweest. Interessant. Hoe kom ik daar? Oh, wacht. Oh nee, ik kan zeker niet vliegen hier, of wel? Nee, kut, sorry. Nu moet ik heel het jaar omlopen. Oh, ik moet echt ver omlopen. Dat is kut. Wacht, kan ik van de andere kant omlopen toevallig? Dat zou zeer mooi zijn. Er ligt hier wel water. Waar ik nu inspring. Daar kan ik eruit. Dat is mooi. Ik denk dat het sneller was dan omlopen. Dus dat is fijn. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. Accio. Lumos. Revelio. Waar is de vlinder? Oh, vlinder. Oh, daar is de vlinder. Lumos. Ja, okay. Ook geregeld. Level 23, Holse Vlot. Ah, oh, dat is een level 3 lock. Oké. Okay. Ik denk dat we zo'n beetje hier alles al gedaan hebben nu. Dat kan nog een level 2 lock zijn. Level 1 lock zelf. Ik ben hier nog niet geweest. Oké, dan gaan we dit nog wel even doen.
Revelio. What do we have here? A demiguise. Hey, kijk, een demiguise, kabooming. Ik ben blij dat ik hier nog even gekeken heb. Want dan gaan we naar de map. Dan weten we. Ja. En dan kunnen we de demiguys wel pakken. Yo, dankjewel. Hier achter schijnt ook nog iets te zijn. Oeh, zo eentje. We worden echt rijk. Holy shit. En van die ex pakken we ook even. Nice. Revelio. Ja, hier kunnen we ook nog naar binnen. Op het thee. Revelio. Ooh. Nou, dan zijn we bij Zonkers. Exploding bonbons. En hier dus een. Dat zal een level 3 lock zijn. Oké. Okay. Ik denk dat we hier de aflevering gaan beëindigen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigo.